eigenlijk komt het evenement uit het Happy Money Bisparplan dat Godot al ruim 9 of 10 jaar aan het uitvoeren is op lagere scholen. En dit evenement is bedoeld om het spaarzin bij de kinderen weer op niveau te brengen. Vandaar dat we dit dus promoten onder de kinderen, wanneer ze straks ouder zijn geworden. Het gewoonte is de tweede natuur, dan zijn ze al op dat niveau van sparen en weer kunnen lenen, maar dan op een gezonde manier. Dat talent wat zich hier heeft gepresenteerd was uitermate geweldig en ik denk dus dat wij hieruit kunnen leren dat onze kinderen ontzettend veel talent hebben en we moeten dat talent zeker gaan koesteren. Wat wil je morgen gaan doen? Ik wil morgen gaan dansen, Toma. Isabi toch? Wat ze hier allemaal hebben gedemonstreerd over hoe ze moeten omgaan met sparen, hoe ze moeten omgaan met geld en alle ideetjes die ze hebben gepresenteerd. Ik denk dat een volwassene gewoon hiervan kunnen leren. Opa, daarom moeten we zo vroeg opstaan. Mipchim, als je vroeg opstaat, leef je langer hoor. Spaarzin is heel erg belangrijk. Het is, als wij teruggaan in de tijd, dan zul je merken dat wij opgevoed zijn met wat ze noemen een stukje kasmoni. Kasmoni was een methode van sparen. En het spaarzin moet je mensen bijbrengen. Ik kan het uit mijn jeugd herinneren, waar de maandagcentactie, daar werd er een zegeltje geplakt en dat soort dingen. En dat heeft dus gemaakt dat wij toch wel die spaarzin hebben geleerd. We hebben leren sparen, vandaar dat we onze dingen konden doen. Opa, dan hoe komt het dat u zo een mooi huis heeft en oma niet? Ik heb gewerkt, plus gespaard. Oma heeft gewerkt, maar alles zelf aan. Eten. Mijn mond, hier geen krediet. Maar als je geen spaarzin hebt en je leert alleen maar op krediet te leven, dan blijf je eigenlijk, ga je van paycheck naar paycheck, zonder dat je dus een reserve hebt opgebouwd. Iedereen moet reserves hebben en zo moet je het sparen zien. Als ik tenminste één reserve aan de kant zou zetten, zou ik wat spaarzin hebben.